Vandaag in een huis vol. Na de komst van de nieuwe eethoek zet Samantha Eugène opnieuw aan het werk. De woonkamer is toe aan een flinke makeover. En we zagen hoe Anne en Alex hun vierling eindelijk mee naar huis mocht nemen. En of de zorg voor vier baby's tegelijk niet druk genoeg is, komt er ook nog een verhuizing bij. Het was wel ons droomhuis om hier een hele tijd door te brengen. We hebben hier niet voor niks zoveel aan gedaan. En nu het bijna af, nu het af is, moeten we het gedag zeggen. Dit zijn Eugène en Samantha Baumgart. Ze hebben 13 nakomelingen en ze wonen nog steeds allemaal thuis. Uwe Fanta, uwe Cola. Nou, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. En dit zijn Anne en Alex Adema. Ze hadden 2 dochters, wilden er nog eentje en kregen een vierling. Opschuiven. En welkom bij een huis vol. Waar liggen ze? Mam, kijk hoe ver ze heeft gepoept. Oh, ze heeft heel veel gepoept. Ja, en ook heel klein. Dat mag niet even. Dat mag niet. Sinds de komst van de vierling is Huizen Adema veranderd in een babyfabriek. En 4 keer zoveel baby's betekent ook 4 keer zoveel luiers. Het is allemaal nabij de 200, denk ik. Klopt dat? Heb ik goed gerekend? Nog een groot pakket. 200 stuks. Wekelijks wordt de voorraad dan ook aangevuld. Nou, wat zit erin? Yay! Yay! Nou, de babytjes kunnen weer poepen. Bij Alex en Anne staat vandaag een bezoekje van het consultatiebureau op het programma. De dames worden allemaal gewogen. En even lichamelijk onderzoek om te kijken of het met hen gaat. En bij de Baumgarts is de nieuwe eethoek inmiddels helemaal ingeburgerd en volop in gebruik. Toch is Eugène iets minder blij. Want zo'n aankoop brengt Samantha meteen weer op nieuwe ideeën. Ja, de woonkamer was al sowieso aan voor vernieuwing toe. Maar nu moeten we echt alles af gaan stemmen op die tafel, op die eettafel. Misschien is het iets voor vrouwen, dat ze een herinrichting in huis willen hebben. Bijvoorbeeld de schoten moeten er gewoon uit. En dat is ook om meer ruimte te creëren in de woonkamer. Behangen of verven, dat weten we ook niet, zijn we ook niet over eens. Ik ben niet zo van het gaten stoppen en daar gaan weer gaan strijken, maar dat heeft te veel werk. Ik ben meer van het gewoon de behang snijden, op maat doen en dan ophangen en dan klaar. Daar hou ik van. Voor mij is verven logischer, want als het gevlekt is, dan kan je makkelijk een kwast pakken en er overheen verven, vooral met kinderen. We zijn nog in strijd. Ik ben eruit, ik ga voor behang. Heb je er geen zin in? Dit is nog een van de lichtste. Heeft ze haar handjes al ontdekt? Nee, niet echt dat ik denk van... Nee, niet dat je ze zo ziet voor ik onder even kijken. Precies. Even luisteren. En normaal gesproken zien we de kinderen natuurlijk op het bureau. En om Anne te ontlasten komen wij nu maar hier heen in plaats van Anne naar ons toe. Ja, want anders ben ik minimaal eerst een uur bezig met om ze aan te kleden. Om ze klaar te maken. Alex zou ervoor terug moeten komen vanuit het werk. Want ik kan ze niet in mijn eentje naar het consultatiebureau krijgen. Dus dat zijn wel dingen. Dat scheelt wel aanzienlijk, ja. Zal ik vast een ander kindje uit bed halen? Ja, ja, en wie zal pakken? Geef die last. Oh ja, goed. Dan heb ik wat te troosten. Ja. Ja. Ja, wil je ook even luisteren? Ja. Is dit even of? Ja, dat klopt. Goed, ja. Zijn ze uitkleden? Ja, is goed. Zo, waar gaan we jou eens naartoe brengen? Oogje nog. Ja. En dat was nummer 4. Tot grote opluchting van Anne ziet alles er goed uit. Omdat ze soms wat moeite hebben met drinken, dan ga je dan toch even twijfelen. Groeien ze wel goed? En dan is het toch fijn als je een testje krijgt. Dat het helemaal normaal is. Ja, ga jij lekker slapen? Nou, wel rusten, zusjes. In Den Haag boekert de interieurdiscussie voort. Samantha is inmiddels akkoord met behang, maar wel onder 1 voorwaarde. De klus moet af. Want in het verleden ging dat nog wel eens mis. Ik ga een voorbeeld geven. Oeh, ik ben er bijna. Toen ik
keuken geïnstalleerd werd, toen zijn we, Atje beloofd, ik ga de keuken ga ik betegelen. En we hebben cement ingeslagen om dat te doen. De cement heeft 3 jaar gelegen. 3 jaar heeft de cement er gelegen. En toen wilde hij gaan beginnen. En toen was het zo hard geworden en er stond nog houdbaarheid tot. Dus konden we het weggooien. De vierling groeit gelukkig goed. Maar helaas groeit het droomhuis van Anne en Alex niet mee. En dus zit er maar één ding op. Wij gaan verhuizen. Omdat dit huis voor ons te klein is geworden. Het is een beetje... Ja, het is nu nog wel behelpen en we zouden nog wel een jaar kunnen volhouden hier met alle dames. Maar het is nu op het moment wel, ja, we hebben het gewoon te koop gezegd en we zien wel hoe het gaat. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een huis toe waar we even misschien kunnen gaan wonen, zeg maar. We gaan kijken of dat een leuk huis is om te wonen voor ons. Maar misschien vinden jullie het ook wel leuk straks. Hebben jullie er zin in? Nee. Nee? Maar ik heb wel, hè. Is het een goede wc? Ja. Kijk, dan kan je als je wil kan je hier je auto neerzetten. Dan rij je hem hier naar binnen of je kan hier je fietsen neerzetten. Kan je nieuwe slee hier ook staan, denk je? Ja? Maar afscheid nemen van het huidige huis zal niet makkelijk zijn. Ze hebben alles zelf verbouwd. Op deze plek wilden Anne en Alex oud worden. We hebben het helemaal kunnen maken zoals we het zelf willen. En met heel veel plezier en met heel veel liefde. We laten wel heel veel achter, zeg maar. Dit was wel ons droomhuis om hier een hele tijd door te brengen. We hebben hier niet voor niks zoveel aan gedaan. En nu het af is, moeten we het gedag zeggen. Het oude huis is recent verkocht. En vandaag kan het dus voor een nieuw huis getekend worden. Dan moet ik ook nog nadenken. Ja, van onze huidige woning hebben we sinds maandag is die getekend. En nu is donderdag. Nu gaan we van onze nieuwe woning voorlopig koopcontract tekenen. Spannend. Deze is van jullie nieuwe woning. Ja. Die gaan we dus nu zo meteen tekenen. En dan goed. Ik heb ook een handtekening. Ja? Ja. Wil jij er ook nog een onderzoeken? Ja! Handtekeningen zijn natuurlijk snel gezet. Maar verhuizen plus de zorg voor 4 baby's? Succes! Ja, maar de verhuizing is nooit leuk. Het is altijd druk. Dus het wordt nu ook druk. Ik kan me er van tevoren wat drukker maken, maar daar wordt het niet anders van. Mom? Is het met bubbels? Ja. 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 Het is met bubbels. Jongens, nou, op een nieuwe woning. Mijn papa en mijn mama zijn het allerliefste. Onze vader is lief, ja. Grappig, behulpzaam, beschermend. Eugène is een hele goede vader. Ja, ik ben trots op Eugène als vader. Onze taxichauffeur. Grappig is al gezegd. Ja. Super papa. Ja, en dan is het ook nog een geweldige vent voor mij, zeg maar. Mama is lief, mama is... knuffelen. Samantha is een heel goede moeder. Ze is bijna zelf een moeder voor mij. Ze staat altijd voor ons klaar. Ja, maakt eigenlijk niet uit echt met wat. Ze stelt zichzelf een paar aantal doen altijd. En dan, nou, daar gaat ze ook gewoon voor. Ik ben dankbaar dat ik gewoon zulke goede ouders heb. En dat ze mij al deze lieve kleine ettertjes hebben gegeven. Ondanks alle behang- en verhuisperikelen draait het gewone leven in de grote gezinnen door. Het is woensdagmiddag en de Baumgart Kids komen terug uit school. Hoi. Heb je huiswerk? Ja. Ik zie het. Het is gelijk even haasten, want het is tijd voor de vaste woensdagmiddagprik. Een bezoek aan de bibliotheek. Dan moet je heel snel plassen en dan kan je broodje verder op onderweg eten. In de Wiep worden wekelijks stapels boeken geleend. Zowel om lekker in te lezen als om spreekbeurten voor te kunnen bereiden. Waar gaat je spreekbeurt over? James Brown. Over wie? James Brown. James Brown. Ja. Ik vond het een beetje grappig omdat we dat niet bij hem hadden verwacht, zeg maar. Weet je, normaal op de basisschool als je spreekbeurt houden, gaat het meestal over sport of zo. Of over dolfijnen. En ineens James Brown. Maar ook Imre heeft een spannend onderwerp gekozen. Baby's. Ik doe mijn spreekwoord over baby's omdat ik ze schattig, lief en mooi vind.
ontstaan van baby's. Een meisje en een jongen die graag papa en mama willen worden en elkaar lief vinden, die gaan op elkaar liggen. De zaadje van de jongen doet hij in het meisje. De zaadjes komen dan bij het eitje van het meisje. Het eitje en het zaadje wordt een baby. Dit groeien duurt 40 weken, dat is 9 maanden. Nu gaat de bevalling beginnen. En dan drukt de moeder de baby uit het babygaatje. Dit zijn de strikken. Zijn er nog vragen? Dag! De kleintjes gaan met Romilo boeken verzamelen. De oudste bereiden stiekem een verrassing voor. Ze hebben gespaard en willen hun ouders een romantische honeymoon cadeau doen. Door de honeymoon moeten ze weer zeg maar voelen van, oh ja, daarom, om deze reden ben ik weer met hem. Ben ik blij dat ik met hem ben of, en andersom. Dus het moet wel iets avontuurlijks zijn, ja. Want kijk, weet je, ze zijn al zoveel jaar samen. Ze hebben al zoveel dingen meegemaakt, dus het moet iets speciaals zijn. Nu. Dat betekent ook dat de 13 Baumgart-kinderen voor het eerst alleen thuis zullen zijn. Nou, het is wel lekker rustig dan, ja. Maar... Nou, dat weet je niet. Nee, eigenlijk niet. Misschien staan die kinderen wel op hol. Ja. De boeken zijn bij elkaar gezocht en een romantisch en avontuurlijk uitje is geboekt. Binnenkort zullen hun ouders even lekker van elkaar kunnen genieten. En nu maar hopen dat ze het leuk vinden. Ik denk dat mijn vader het super gaaf vindt en dat mijn moeder zo naast hem zit. Maar ja, het is ook leuk om te zien. Voor Anna en Alex lijkt een romantisch weekend weg zonder kinderen nog heel ver weg. Nu de vierling slaapt, is het tijd om te spelen met hun twee oudste dochters. Hallo. Hier. Eén. Moest je die ook op? Ik kies nog even. Dan wil ik deze. Nee, deze eroverheen. Ja, alleen die kan niet. Waarom niet? Dat is niet gegaan. De hondjes zitten er niet bij, dus ja, het is leuk, dames. Toen we op een gegeven moment wisten dat... kan je nagel lakken? Dat we nog 3 meiden bij kregen, toen dacht ik wel van... Ah, okay. Doe die laatste dan ook maar een dame, want 1 jongen tussen zoveel dames in, dat is ook weer een beetje... Die krijgt het dan ook zwaar. Gedaan. Die of die dan een keer, dan doe ik eerst die en dan die. Ja, dus maar we doen nou die? Ja. Die heb ik ook een keer gedaan. Jullie maken er gewoon heel kunstwerk van. Ik laat jullie helemaal je gang gaan. Moet ik dan nu weer groen? Ja. En dan weer roze. De Adema's gaan vandaag inkopen doen voor het nieuwe huis. En hiervoor moeten ze het dorp in. Aukje, Eefke, Hiske en Jinte gaan voor het eerst mee. En dat is best een operatie. Past het nog allemaal wel? Ja, Aukje, het past nog wel. We gaan nog eventjes naar Batman. Eventjes naar de markt. Eventjes naar de behangwinkel. We zijn al een keertje weer wandelen natuurlijk. Maar echt, Batman zelf in, ja, is de eerste keer. Het is echt wel een kleine operatie waar we nou mee bezig zijn om, ze, om met de kinderen naar het dorp te gaan. Wil je die spelen, Aukje? Volgens mij niet. Wat echt gezellig misschien. Geloof me, komt goed. Nou, kom maar, gaan we naar de auto. Kom maar, ik neem jou mee. Kom maar. Nee. Oh. Meike! Huilend of niet, de dames beginnen aan hun allereerste expeditie. Om met alle kinderen ergens te kunnen komen, hebben de Adema's altijd 2 auto's nodig. We hebben niet genoeg ruimte in 1 auto om ze er allemaal in te krijgen. Want je hebt 2 maxi-coasjes erachterin staan en nou ja, Meike zit nu voorin. En als Imre er was, dan had Imre bij Anne voorin gezeten. Dus er zal nog een keer een andere auto moeten komen. Maar welke dat precies wordt of hoe dat wordt, schuiven we nog een beetje vooruit van hoe we dat doen. Ben je er klaar voor? Baumgarts zijn op weg naar de volgende interieurdiscussie, want in de bouwmarkt blijkt vrijwel direct dat Samantha en Eugène er verschillende motieven op nahouden bij het uitzoeken van het behang. Kijk, ik dacht aan zoiets. Normaal. Ja, echt. Wat? Nee, ja. Maar ik bedoel dan 1 hoek, hè? Ons hoekje. Nee. Lekker als je aan iets aan het bidden bent in de woonkamer.
ook de Adema's gaan behang uitzoeken. Maar met een vierling erbij duurt het iets langer voordat je in de winkel bent. Het is een tweelingwagen. Ja. En wij voor ons passen er vier in. We proppen even. Nou ja, het is eventjes passen en meten, maar waar staat die ook alweer? Hier, hè? Nou, wie doen we er eerst in? Elfje. Nou, ze komen gewoon in de volgorde erin te liggen. In alfabetische volgorde wordt de vierling in de wandelwagen gelegd. Ja. Eefke. Kom maar, gaan we naar de volgende auto. Moet ik eerst even helpen met die? Ja, mag wel. Fijn. Die heb je ook je? Ja. Ja. Moet ik even kijken. Oh, oh. Spinnenraad. Pap, je hebt het verkeerd omgedaan. Wat heb ik nou weer verkeerd omgedaan? De spinnen. Ja, oh, we vergeten jou niet. We vergeten jou niet. Opschuiven. Dan kan Jinte er nog net bij in. Pas toch maar net. We hadden in het begin nog andere jasjes, maar dat past niet. We hebben wel een andere kinderwagen, maar daar moeten ze in zitten. Dat, ja, daar zijn ze nu nog niet helemaal aan toe. Snel een stukje rijden. Nou, ga jij dan nog op dit stukje, want straks wordt het lastiger rijden. Dan mag jij hier nu. Kom maar, ga daar maar naartoe. Hé, hey, hou je nu al op. Ik vind dit wel wat helder. Wit. Maar wil je niet een beetje kleur proberen? Want we hebben altijd wit of bruin of crème. Wil je niet gewoon een kleurtje proberen? Welke kleur? Geen roze en niet die dat ding hier zo. Ja, maar ze hebben hem ook in het zwart. Oké, jij wilt dat niet natuurlijk. Oh, tekeningen? Nee, dat hoef ik niet. De Adema's komen aan bij de behangwinkel. En de vierling trekt natuurlijk meteen de aandacht. Helemaal geweldig. Dit is Hiske en dit is Jinte. Kun jij dat allemaal uit elkaar houden? Ze hebben allemaal hetzelfde jasje aan. Toch kun je zien wie het is. Knap hoor. We hebben straks behang nodig. En er moet natuurlijk nog gesausd worden en alles. Dus ik wil eigenlijk een beetje oriënteren, een beetje kijken. Ja, prima. Zwart met zilver. In tegenstelling tot bij de Baumgarts kiest Anne hier de printjes uit. En vader Alex concentreert zich op de vierling. Jinte, wat is er nou met jou? En daar zit erop. Gewoon heel rustig. Die vind ik wel heel mooi. Het is denk ik ook niet goed als ik behang ga uitzoeken. Deze vond ik erg mooi, hè? Ja. Die wil nog hard schaffen. Nog even passen en meten. Bij de Adema's is de keuze dus snel gemaakt. Maar de Baumgarts zijn er nog altijd niet uit welk behang het moet worden. Eus wil een praktische oplossing, maar Samantha stelt veel meer eisen aan haar behang. Beetje elegant, een beetje sexy, romantische sfeer. Als de kinderen op bed liggen, dat wij gewoon een lekker hoekje kunnen creëren. Zoiets. Wat dacht je daarvan, Eus? We gaan een rommelhoekje creëren. Ja, nou ja, wat vind je sexy aan een behang? ik vind een beetje sexy, een beetje hoekje creëren. Wat heeft dat met het behang te maken? Ik weet het niet. Sfeer. Sfeer wel. De sfeer die het creëert. Sexy. Zet mijn tanden van mijn klauwen erin of zoiets. Eugène begrijpt niet wat ik wil. Eugène die begrijpt vrouwen niet altijd even goed. Wij kijken naar meer, wij kijken naar romantiek. Dus daar kan Eugène zich weer niet in verplaatsen. Het behang is uitgezocht en Anne geniet nog even van haar uitje in het dorp. Simpele dingen als even boodschappen doen zijn er voor haar zelden bij. Appels? Ja, doe maar anderhalf. Wie helpt er? Jinte wil weer rijden, zeker? Pap, Jinte wil weer rijden. Wel, Jinte wil weer rijden. Zeker weten, heb je wel goed gekeken? Mam, ik kom hier. Ja, één maxicoosje neem je zo mee naar de supermarkt, maar vier. Dat deed ik bij Imre en Meike, deed ik wat makkelijker, ging ik wat makkelijker wandelen. Maar als ik er echt op uit wilde, heb ik meteen Alex ook bij nodig. Omdat we gewoon qua auto's zitten. En dus we wonen buitenaf, dus je kunt niet eventjes snel het dorp in lopen. Ja, ga je me steeds mee helpen? Hier nog een knuffel. Het is
is weer gelukt. Het is altijd weer een heel gedoe om ze in de auto te krijgen. Dat is echt operatie feeling in de auto, zeg maar. Maar ja, altijd weer blij als het lukt. Ten einde raad zoekt Samantha steun bij een winkelmedewerker. Zou hij wel begrip tonen voor haar visie? Ik ben iemand. Ik wil een beetje sfeer erin creëren. Ja, okay. Een beetje romantiek. En de kleuren... Sorry, de sexy. Nou, oh ja, sexiness. Nee, maar u weet wat ik bedoel. Als je dan s'avonds de kinderen op bed liggen... dat je dan gewoon lekker knus in de woonkamer zit. Ja. En een sfeertje kan creëren. Helaas. Is het afwasbaar? Dit is afneembaar. Ja? Afneembaar, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is een pluspunt. Ik maak zijn dag ervan. Laat hij maar gewoon behang uitkiezen. Als hij er maar voor zorgt dat alles gedaan is, dan ben ik blij. En dan creëer ik die romantiek wel op een later tijdstip. 4, 6, 8, 11. Is wat klussen voor mij? We zijn het niet altijd eens over de inrichting. Anne bepaalt meestal wel meer van nou, welke kant het op gaat. We zijn het nooit eens over de inrichting. Zo, Alex, zullen we fel roze doen? Dat staat zo mooi, zegt ze dan. Ja, of we kunnen blauw doen. Nou ja, dan heb ik de keuze uit fel roze of blauw. En blauw was dan eigenlijk staat doen we al, maar... Zo werkt. Op het moment dat hij weer het alles wil gaan afmaken, dan moet er alweer een nieuw bang overheen. Alex is heel handig. En ik hoef ook niet te zeuren van wanneer maak je dat nou eens klaar? Zij vinden dat ik nooit dingen afmaak. Ja, maar het is toch zo? Een nieuw badmeubel geplaatst, nieuwe vloer, nieuwe keuken. Oeh, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Eigenlijk heel veel. En dan komt zijn man en zegt tegen mij, Jeanne, wil je dit voor me doen? Wil je dat voor me doen? Wil je de kinderen voor me ophalen? Of wil je dat? En dan, als ik aan het klussen ben, moet je me met rust laten. Hij kan heel goed klussen, maar als hij even klaar is, dan blijft het in je haar zoeken. Na heel veel discussie is het dan zover. De woonkamermakeover gaat beginnen. En dat zal iedereen weten. Sorry, de televisie gaat uit. Kom, je moet alles netjes opruimen, maar die tafel en die bank... Die gaan we die kant opschuiven, want ik ga eerst hier beginnen. Dus wat kan helpen dan? Kom. Dat doet er niet toe van wie het is. Het moet opgeruimd worden. Zet hem maar in één tas. En jawel, die reusachtige eethoek moet toch weer versleept worden. Maar vele handen maken licht werk. In Badmen heeft Alex een totaal andere klus. Aukje, Eefke, Hiske en Jinte zijn vandaag namelijk een half jaar oud. En dat gaat gevierd worden. In de pannen. Nee, kan je niet aanraken? Nee. Als het goed is, dan past dat precies. Papa doet het hier wel eens vaker. Hé, hey, heb je echt goed gedaan? Vandaag is een half jaar oud. Dus het is een dag om terug te blikken op alles wat er is gebeurd. En wat we al hebben bereikt. En vooral wat zij hebben bereikt. Ja, het is wel, toch wel een bijzondere dag dan dat ik had gedacht. Dat maakt wel uit dat ze dan prematuur zijn of dat ze met z'n vieren zijn, dat weet ik niet. Maar het doet me meer dan dat het me deed bij Imre en Meike. Dat vond ik het ook al bijzonder. En dan is het ook wel, jippie, jullie zijn een half jaar oud. Maar nu is het wel echt van, dat hebben we toch veel meegemaakt met z'n allen. Vinden jullie een beetje halfjarig, hè? Halfjarig. Bij zo'n speciale dag hoort natuurlijk ook speciale taart. Ik wil ook kijken. Wauw. Wow. Mooi. Mooi. Wauw, wow, hè? Die mooi, dat is mooi. Mooi. Ja, ja. En dan krijg ik er straks geen brood meer in natuurlijk. Kun je de deksel erop doen? Ja, anders kijken we het mooiste nog af. Dat is wel wennen zeker met de vierlingen. Ja, dat is wel. Een gezellige boel, hoor. Ja, dat is een hele gezellige boel. Alex kan eigenlijk niet geloven dat de vierling alweer een half jaar oud is. Door alle drukte vliegt de tijd. Je hebt gewoon geen tijd om ergens bij stil te staan. Of je bent alweer met wat nieuws bezig. Of je moet alweer verder denken. Of je moet... Of je gaat een verhuizing plannen. Ja, of je gaat een verhuizing plannen. Of je... De kinderen moeten weer van een ledikantje in een wiegje. Of de kinderen moeten hier weer of daar weer. Of ja... Je hebt gewoon geen tijd om ergens bij stil te staan. Eugène is voortvarend aan het slopen. Met al die kinderen in huis lijkt het Samantha beter om de stroom in de woonkamer eraf te halen. En laat Eugène daar nou een ingenieus systeem voor hebben. Wil je de stofzuiger even aanzetten?
Hij is uit. De wifi is nog uit. Zo doe je dat. Nadat Eugène de stroom heeft afgesloten, steekt hij de stekker van de stoommachine in het stopcontact. Maar heel gek, die lijkt het niet te doen. Hij zegt tegen mij in het stopcontact en dan wordt het warm. En dan hou je hem straks tegenaan. Ja. Het hoort ervoor te zorgen dat het bang over het gaat. Maar ja, ik weet niet of het werkt. Alsjeblieft niet op mij. Ik vertrouw dat niet. Zit er een knop eraan onderin of zo? Het duurt en het duurt. Wat duurt het lang voordat zo'n machine heet is? Ja, het ding wordt warm. Voel je het? Ik hoor het. Ja, maar hoor dat het warm wordt. Soms voel je dat iets warm wordt. Het is met wanneer je die waterkoker aanzet. We krijgen hem niet aan de praatstoommachine. Dus we moeten nu een knopje ontdekken waar het aangaat. Heel gek. Gewoon heel erg gek. Je hebt het erin gestopt? Misschien heeft hij geen stroom. Ze hebben daar volgens mij geen stroom. Ik heb de stroom toch afgezet. Hoe ben ik even creatief? Hé, hey, help me jullie nog? Imre, Eike, hallo. Nou, kom maar, trap op. Nou, stoertje. Dus pak papa vast. Zo, pak papa maar vast. Kan je dat doen? Is dat goed zo? Nou, ga maar weer naar beneden. Het is wel leuk om er wel grappig om te doen en op stil te staan. En die andere twee die vinden het ook heel leuk. Ik vind het best wel leuk om een feestje te hebben. Vooral over mijn zusjes. Nou, zijn we nu klaar? Ja. Eugène is nog lang niet klaar. Nu de stroom er weer op zit, gaat hij vol energie verder. Nou, ideaal. Ik denk wel dat hij nu gewoon het helemaal gaat afmaken. Oh, hij moet aansluiten. Want dit nat zijn we. Dat was strak. Ik heb de volste vertrouwen erin dat het goed komt. Ja, anders moet hij het gewoon weer helemaal. Dat moet je erbij zeggen. Dat behangen is jij als ding is. Nou, dat doen we pas als ik vind dat het echt geworden is zoals ik het in mijn hoofd heb. Eugène is dus nog wel even bezig. Maar in Badmen kan het feest beginnen. Leuk dat je er bent. Nou, en is er al iemand wakker met Imre? Wel nog even de jarige Jetjes van bed halen natuurlijk. Vind je mij zo gewoon lief? Ja. Met slaperige koppies zitten de dames even later, alle vier klaar voor hun eerste feestje. Moeder Anne weet dat deze dag er ook wel eens heel anders uit had kunnen zien. Het had zo anders kunnen zijn. Voor hetzelfde geld hadden we nu met eentje... hadden er misschien met drie geweest of er hadden er maar twee kunnen zijn. We hadden zelf andere keuzes kunnen maken. Het had kunnen zijn dat de gevechten minder goed konden doorstaan. Als ik dan nou zie hoe ver ze zijn gekomen... en van hoe ver ze kwamen, dat is toch wel... Ja, dan beseffen we wel hoe dankbaar we ervoor moeten zijn. Dat we heel erg veel geluk hebben. Die kaas is zo mooi in de tafel gezet. In de gloria. Rappie, hoera! Gefeliciteerd. Rappie, hoera! Hoera! En wie wil een ander stukje taart? Hoera! Welk stukje wil jij? Die met een beertje. Het is een wonder, maar na wat nachtjes doorwerken zit het nieuwe behang er helemaal op. Maar dan tovert Samantha weer een nieuw project uit haar mouw. Een groots familieconcert. En daarbij willen ze flink uitpakken. Nou, het idee is dus een soort van muziek, dans en comedy-achtig act. Waarbij mensen gewoon veel plezier willen geven en gewoon laten genieten van hoe wij eigenlijk in het dagelijks leven ervoor staan. Samantha ziet het al helemaal voor zich. Met de Baumgart Show verwacht ze hoge ogen te gooien en dus pakt ze het ook groots aan.
ja, we willen graag 300 man, maar het moet ook uit kunnen lopen. Dus het moet ook, als er 500 man kunnen komen, dan willen we dat ook. Dus ja, eigenlijk richting de 1000. Gewoon in één keer de eerste show gelijk, pas moet gewoon goede volzittende zaal hebben. En om die zaal vol te krijgen, heeft Samantha meerdere topacts in gedachten. We hebben heel veel sketches. Papa doet ook een sketch. Bollywood. Papa doet de Bollywood sketch. Nee, dat zeg jij. Ja, dat is afgesproken, Eusje. Ja, je hebt het gezegd, maar ik heb niet gezegd dat ik het ga doen. Ja, jij was de eerste die zei, ik wil een jurk hebben. Nee, ik heb niet gezegd dat ik een jurk wil hebben. Ik ga geen jurk dragen. Bollywood-outfit. Jij zei, ik zeg, misschien was dat een idee. Nou, dan doen we het gewoon. Nee, dat kan je niet van mij bepalen. Wat we nu even serieus moeten doen, is die show in elkaar zetten. Ja. Ik heb de show al in elkaar gezet, volgens mij. Wij hebben de show in elkaar gezet. Ja, wij. Ja, de show staat constant. Ik kan het zien. Ik kan gewoon een show zien hoe het in elkaar zit. We moeten het gewoon gaan oefenen en dan zie je of het wat wordt. En als het niks wordt, dan kan je altijd zeggen, doe het iets anders. Tyrone is meer van de uitvoering en ik ben meer van hetgene, oké, op papier wil ik het zo hebben en dat moet ook in echt zo komen. Dus ik verwacht van Tyrone dat zij een beetje alles op scherp gaat zetten. Dat zij zorgt dat alles een beetje in goede banen gaat lopen. Want ik heb natuurlijk ook nog andere dingen naast een show. Ik heb nog andere dingen te doen. Onze kinderen mogen van ons eigenlijk wel alles worden, alleen alles. Ja. Ik kan me één beroep voorstellen waar ik niet zo blij mee ben. Wat wil je niet dat ze worden? Dat is het oudste beroep ter wereld, daar word ik niet zo gelukkig van. Ik zie mijn kind niet achter een vuilniswagen staan. Iets wat daar in de buurt komt, word ik ook niet gelukkig van. Maar voor de rest ben ik heel veel dingen goed. De meeste mensen denken dat wij onze kinderen pushen om te doen. Ja, je moet dit, je moet dat. Nee. Wij kijken wat het kind kan. Wat ze wil. Ja. Ongelukkig mogen ze niet worden. Nee. Belangrijk is gewoon dat het kind met hetgeen wat het wordt, dat het ook zijn eigen brood kan verdienen. Dat is voor ons belangrijk, dat je gewoon voor jezelf kan zorgen. Bij de Adema's heeft Alex vandaag oppasdienst. Hij staat er alleen voor, want Anne heeft voor het eerst in maanden met een vriendin afgesproken. Nou, wie lief. Rechter de bed. Veel plezier. Ja, het ziet er goed uit, allemaal smaakjes. Ja, hier staat ook welke smaak. Oh, dan weet je ook nog wat je drinkt. Ja. Oh, wat leuk dit. Kon je ze achterlaten? Ja hoor. Ja, want ja, heb ik niet zo heel veel moeite om te zeggen. Even ertussenuit is voor Anne wel eens leuk, want loskomen van zo'n vol huis is lastig. Ik zie mijn vriendinnen wel, maar dat is dan wel vaak thuis met kinderen erbij. Waardoor je toch weer in je moederrol zit. En nu zaten we net al weer over onze kinderen te praten. Ja, dat is wel. Maar toch. We eigenlijk even niet. Maar toch is het dan. Nee, het is wel anders. Even eruit, dat is wel fijn. Terwijl Anne een poging doet om te ontspannen, is het even verderop voor Alex iets minder relaxed. Bij de Baumgarts lijkt het een dag als vele anderen. De jongens vermaken zich met games. En de meiden tutten elkaar gezellig op. Ja, ik ben met plakband die nagels aan het vastmaken, want mijn moeder houdt niet van nagellijm. Maar stiekem is het alles behalve een gewone ochtend. De kinderen hebben de afgelopen tijd hard gespaard om hun ouders te verrassen met een honeymoon. Iets wat Samantha en Eugène zichzelf nog niet hebben gegund. We hebben een hele briefje voor je. Mag je openmaken en hardop lezen wat erin staat. Nou, wat hebben jullie in petto? Lieve papa en mama, alsjeblieft, voor jullie. Alvast in het thema van de rest van jullie huwelijksreis. Tarzan en Jane. In de envelop vind je alle adressen. En maak je maar geen zorgen om de kids. We zullen goed op elkaar letten. Geniet van het avontuurtje. Liefs ons allemaal. Oh, dank je wel. Dank je wel. Ja, jullie gaan doen. Maar wat voor avontuurtje? Als je het cadeautje openmaakt, misschien krijg je dan een indruk, zeg maar. Ik ben Jay.
ik ben Jane. Ja, het gewoon even ingepakt hier. Dat, ja, ik dacht, ik pak het in als Tarzan. Dat is leuk. I'm Jane. Dat is leuk. Tarzan. Ik denk wel dat mijn ouders helemaal versteld staan. Wat we allemaal hebben gedaan. We hebben alles eigenlijk voor ze geregeld. Dat ze zo meteen de deur uit kunnen en gewoon in één keer weg. Dus ja, nu is het nog even afwachten of ze het wel leuk gaan vinden wat ze gaan doen en waar ze zijn, zeg maar. Ik vind het heel mooi, heel lief, heel mooi gebaar van de kinderen. En ja, we hebben het eigenlijk wel nodig, eventjes met elkaar zijn. Jeetje, zo lekker. Maar dat ik niet mee eet. Nee, ik vond het. Ze zeggen, geniet ervan. Nou, echt wel. Dank je wel. Door de high tea lukt het Anne verrassend goed om thuis even los te laten. Ik weet dat de kinderen in goede handen zijn. Ik heb alle vertrouwen in Alex. Ik ben heel blij met mannetje. Ja, ik heb trainer duizenden. Die krijgt niemand. Nee, ik ben er heel blij mee. Wat zal dit zijn? Lekker. We krijgen dit nooit op. Liefde van een vrouw gaat ook door de maag. Het is tijd voor vertrek. En de meiden hebben echt aan alles gedacht. Kijk eens, alsjeblieft. Maar we moeten onze koffers nog pakken. Maar die hebben wij af als we jullie klaargezet. Oké. Lekker blazen. Heerlijk. Richting België. Joes. Nou, kinders, hartstikke bedankt voor de mooie verrassing. Maar als ik van huis ben, gedragen jullie wel. Ik wil niet dat de buren last van jullie hebben, dat weten jullie. Voor het eerst in 25 jaar gaan Samantha en Eugender met z'n tweeën op uit. Maar niet alle kinderen zijn het daarmee eens. Ik heb die cake aan. Oké, wacht even. Nee, je gaat niet mee, Sikwan. Nee. Je gaat papa en mama uitzwaaien. Is vast. Oké. Even stoot. Kan je lief zijn? Ja. Als je dan maar een bereik lobby. Ja, we hebben een bereik kwijt, hoor. Maar we gaan eerst ergens naar Tilburg. Ah, wat vraag je? België. Nog een keer. Anne komt helemaal opgeladen terug van haar uitje. Hey. Nou, en heb jij weer wat gemaakt, of niet? Ja, nee, ik heb het heel druk gehad. Ja, zo ziet het er wel uit, als ik heel eerlijk ben. Hmm. Ja. Wat was het bedoeling dat je ze allemaal in slaap kreeg? Het was de bedoeling dat ik ze allemaal in slaap kreeg. Oké, okay, dan ga ik je daarmee helpen als je het wil. Ja. Ik ga naar beneden, ik ga op een bank zitten. Alsof je niks doet. Ja. In opperbeste stemming zijn Samantha en Eugène op weg naar hun eerste uitje. Eindelijk. Gaan we z'n tweeën weer weg. Heerlijk. Ja, lekker chill. We hebben locatie 1 gevonden. Grote maten. Grote maten, Liesje. Een lingeriewinkel speciaal voor grote maten. Dat is Samantha op het lijf geschreven. Maar ook Eugène wordt er enthousiast van. Nou, ik ben op pad gestuurd door mijn dochter. Okay. Nou, ik zie dingen hier die gaan weer uitdoen. Dus kijk maar wat je leuk vindt. En wat ik ook een beetje leuk ga vinden. Als je iets hier zo met een gat ertussen. Is het niet meer zoeken? Nee, zeker niet. Huh? Nee, die kan je eraan houden. En je schiet raak. Je schiet raak. Dus Samantha ken ik al 25 jaar, dus langer. Ik wil het toch een beetje spannend houden. Kom maar, oversteken. Dan kan je op de kindjes passen. Is dat een goed idee? Ook de Adema's zijn bij de winkel aangekomen. Maar helaas voor Alex gaan zij heel andere dingen aanschaffen. Let's go. Let's go, girls. Wauw, die is leuk. De dames duiken gelijk in de rekken. Leuk dat shoppen. Vooral Alex lijkt er veel zin in te hebben. Wacht op vrouwen. Ik denk dat dat het thema van mijn leven is. Ik weet niet hoe ik dat straks moet zien. Met zeven vrouwen gaan winkelen. Ik denk dat papa beter thuis kan blijven.
Eugène bevindt zich ondertussen in totaal andere sferen. Wat ik in gedachten had. Ja, eigenlijk zou ik niet ik bij moeten zijn. Zit er iets langs? Ja, ik heb hier een jaap van de sportader, dus dat vind ik... Deze is al iets langer, hoor. Kijk maar. Hoeveel goud komt het om de knie ongeveer? Ja, maar dit is weer te bloot voor mijn armen. Oké, okay, maar het is niet helemaal bloot op de armen. Liever niet. Ze zijn dat? Oké. Okay. En dit is de enige kleur? Of die rode? Die rode, maar dat is net een ander model. Die is net een stukje korter, kijk. Ook de Adema's shoppen verder. En voor een vierling kan dat qua kosten best uit de klauwen lopen. Ik zie hier dingetjes afgeprijsd. Ik moet eerlijk zeggen, dat trekt wel. Je kijkt wel anders dan voor één. Ja, het is een aanslag op je portemonnee. Ja. Ja, maar goed, er is ook niemand rijker dan wij zijn. We zijn de rijkste ouders ter wereld, denk ik. Maar dan op een andere manier, niet in de portemonnee. Tijdens het winkelen gaat het voeden en verschonen van de vierling in één moeite door. Zo, als mama er even aan denkt, doe die even in de kinderwagen. Als we snel zijn, dan kunnen we het in een uurtje. En dan pas weer verder winkelen. En dan weer snel door, want dan moeten we weer naar het volgende voedingsmoment. Papa, kom je mee naar de wc? Nee, papa komt er zo aan. Ga jij maar vast poepen, papa komt eraan. Dat is een beetje nadeel van dat Anne borstvoeding geeft. Dan moet ik dan wel luisteren. Ja, big smile. In de lingeriewinkel loopt de spanning bij Eugène flink op. Kan iemand hier reanimeren? We denken dat het gebeurt. Huh? Ik krijg een gouden kloppen. Dus. Ja, het kan van twee dingen zijn. Het kan zijn van hou je kleren maar, je gewone kleren maar. Of van oh, wat ziet er goed uit. Ja. Het kan alleen maar de bovenkant uitdoen. Dus dat scheelt. Oh ja, dat scheelt enorm. Nee, voor het eerst dat ik eigenlijk gelijk geslaagd ben. Oh, nou, dat is fijn. Ja, ja dus, het zit ook mooi. Het is €215,80, alsjeblieft. Oei, dat tikt aan. Maar je bent tenslotte maar één keer op honeymoon. Nou, weet je wat belangrijk voor mij is? Dat jij tevreden bent en ik zie het straks wel. Dus... Ook de Adema's zijn uitgewinkeld. Maar voordat je de winkel weer uit bent met een vierling... Mijn broer heeft een tweeling, mijn zus heeft een tweeling. Heerlijk. Ja, en wij hebben een vierling. Ja, allemaal meisjes. Ja. Kan dat dan ook in eieren of niet? Dat zou theoretisch kunnen, maar dat zijn ze niet. Nee. Vier heb ik nog nooit gezien. Nee, prachtig. Nee, we hebben ze op. Nou, daar ben jij, mama. Daar ben ik. Hebben we ook weer. Ja, waar is de auto? Wil je er nog één? Nou, straks even jouw speen pakken. Nou ja, nou zijn we weer klaar voor vertrek. Met huilende kinderen op de achtergrond. Morgen in een huis vol. Op ons. Vervolgen Samantha en Eugène hun avontuurlijke honeymoon. Ik vind het niet fijn. Ik snap niet dat ze dit voor mij uit is. En als de kat van huis is. Anne en Alex gaan voor het eerst met hun zes dochters een weekendje weg. Dit is wel een heel mooi plekje voor de kinderwagen. Moet je eens kijken, mama. Dat hebben ze mooi gedaan. Wauw. Dat is mooi. Ze hebben echt aan ons gedacht, hè? Hey, helpen jullie nog? Imre, Meike.